man op de maan. Hij heeft waarschijnlijk nog nooit van Elizabeth Taylor gehoord. Dus geeft de Amerikaanse tienerzanger Justin Bieber aanstaande zondag gewoon lekker een concert in Ahoy. En daarom bespreekt X-Factor jurylid Angela Groothuizen haar favoriete tieneridolen. In 1973 kwam het grootste tieneridool van die tijd aan in zijn eigen vliegtuig op Schiphol. 11 maart was de dag waarna duizenden meisjes hadden toegeleefd. Want op 11 maart is David Cassidy in ons land geweest voor 2 concerten. David Cassidy werd beroemd door zijn rol in The Partridge Family. I think I love you, so what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of. En David had al heel goed in de gaten dat je met merchandise bij je concerten heel veel geld kon verdienen. Het idool is te krijgen in de vorm van stickers, posters en affiches en uitklapbare foto's in de tienermuziekbladen. Engelse straathandelaren die met het Cassidy Circus meereizen, verkochten voor de doelen in Rotterdam David Cassidy vlaggen voor 5 gulden, David Cassidy sjerpen voor 7 gulden, David Cassidy rosetten voor 3 gulden en David Cassidy affiches in verschillende prijzen. Is u ook iets opgevallen op tv of internet? Laat het ons weten via dvd.vara.nl en maak kans op zo'n patente sweater. Super niet meer normaal!